Hey, leuk dat je kijkt. Vandaag weer een nieuwe uitzending. Mijn naam is Ilsa en dit is Met een Zachte G. Leuk dat je kijkt. Het is de afgelopen week weer de 11e van de 11e geweest. En dat betekent dat het aftellen naar carnaval echt is begonnen. Daarom vandaag bij mij in de studio Joost van der Werf. Hij maakte een documentaire over carnaval in Tilburg, oftewel Kruikenstad. Ook gaat Michel weer op pad om mensen te verrassen. En we zien hoe ik het acteertalent van Tilburgers op de proef stel. Maar we gaan nu eerst kijken naar een nieuwe Gefeliciteerd. Zoals vorige week te zien was, zijn we langs de deur gegaan met een bosje bloemen om daar mensen te verrassen voor hun verjaardag. Deze week gaan we het anders aanpakken. Vandaag is iemand echt jarig, namelijk Zee, een huisgenootje van mij. En ze viert vandaag ook haar verjaardag met het huis. Op dit moment is ze in de stad om inkopen te doen, net zoals dat wij dat ook hebben gedaan. Ik heb hier een prachtige appeltaart in mijn handen met de letters ZEE daarop. Wij gaan willekeurige mensen op straat aanspreken die haar deze cadeautjes één voor één zullen gaan geven. Ik hoop dat mensen zo lief zijn dat ze dat zouden willen doen. We gaan het meemaken. Oh, dit is leuk. Dit is leuk, jongens. Wacht even. Ik zie Jelle Veurs lopen. Jelle Veurs hebben we zelfs ooit een keer in de uitzending gehad. Je bent echt een super trouwe, super fan, als je dat nog kan herinneren. Maar wij gaan Jelle Veurs... Hier is hij. Wacht. Jelle Veurs. Eindbaas. Kom erbij. Jelle Veurs. Ik ga je de hand schudden half. Kerel, alles goed? Wat ben je aan het doen? Ja, we zijn een video aan het opnemen hier in de prachtige straten van Tilburg. En we gaan iemand verrassen. En eigenlijk hebben we hulp nodig van mensen hier op straat. Zou je ons willen helpen? Is goed. Ja, is goed. Oh, top. Nou, Jelle Veurs in de aflevering. Heel lekker dit. Dankjewel, man. Eén ontzettend goede middag. Hoi. Wat is je naam? Cas. Cas, mijn naam is Michel en wij zijn van Imus TV. En vandaag maken wij een item dat heet Gefeliciteerd. Okay. En wij gaan iemand verrassen met een taart. En wij hopen dat wildvreemde mensen, zoals jij dat voor mij bent, ons zouden willen helpen. Dit ga ik dus naar iemand anders brengen. Naar inderdaad mijn huisgenootje Zee, omdat ze vandaag jarig is. Oké, top. Ja. Ja, leuk. Nou, fantastisch. We zijn binnen. We zijn compleet. Hallo Zeetje. Hi. Hey, voor vanavond hè. Wanneer ga jij naar de boodschapjes? Wanneer ga jij inkopen doen? Nou, ik ben nu inkopen aan het doen samen met Katie. Je bent nu inkopen aan... Waar? Bij Lidl. Ik zou je helpen. Ja, Katie helpt me al. Katie helpt je al. Nou, oké. Okay. Ja, dan houd het op. Ja, dan oké. Okay. Dan zie ik je wel straks bij het eten, denk ik dan hè. Nou, oké, okay, succes, doei. Dank je, doei. Oké, okay, het is gelukt. Ze is bij de Lidl. We gaan erheen. Cas, die staat op positie. Dat is één. Ook Jelle staat op positie. Oh, ze komen er. Ze zijn er. Oh, Cas gaat er nu op af. Oh, jongens, daar is ze. Cas, tik daar aan. De lach daar. De felicitatie. Oh, wat is dit? Ze denkt, wat is dit, denkt ze. Oh, wat is dit leuk. Oh, er komt een taart bij. Oh, jongens. Een taart. Ze is overrompeld. Ze weet het niet meer. Oh, wat goed. We gaan erop af. Oké. Ze zijn verrast. We gaan er nu op af. Kom, Matthijs, we moeten gaan. Pas op voor de auto's, de fiets is. Zee. Dit is leuk. Zee, van harte gefeliciteerd. Met je verjaardag. Dit is uiteraard Zee. Aangenaam, kijkers. En hiernaast staat... Katie. Dat is mijn andere lieve huisgenootje. En ja, je bent verrast vandaag, of niet? Ja. Hoe vond je dit? Ik weet niet zo goed wat ik ervan vond. Dat snap ik. Ik heb nog een verrassing voor je. Ik heb namelijk ook mijn eigen cadeautje voor jou. Dit is een speciaal tasje. Daar zit iets leuks in. Oh my god. Oké, wacht. Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd. We staan wel midden op een kruispunt, maar dat maakt niet uit. God, wat lief. Ja, dit is leuk. Oh, super lief. Ja, dankjewel. Ben je blij? Nou, ik denk dat dit wel een hele geslaagd gefeliciteerd was. Ja, volgens mij heb je je verrast of niet? Ja, zeker. Ik had het niet verwacht. Doei, tot volgende keer. Doei.
Michel, leuk gedaan. De volgende keer mag je mij verrassen hoor. En dan nu onze gast Joost van der Werf, regisseur, producent en documentairemaker. Welkom. Dankjewel. Allereerst, was het eigenlijk altijd al je doel om documentaires te maken? Nee, eigenlijk niet, want ik heb een compleet andere studie gedaan in eerste instantie. Facility management. Maar ik ben een jaar of 12 geleden toch in de tv-wereld door een fascinatie voor voetbal terechtgekomen. Okay. En daarin heeft mijn passie zich voor documentaires wel ontwikkeld. En ongeveer 6-7 jaar geleden ben je voor jezelf begonnen ook. Fishhook Media, als ik het goed zeg. Wat voor bedrijf is dit precies? Dat is een audiovisueel productiehuis, zo heet dat. Het is eigenlijk gewoon een eenmanszaak. Ik werk veel met freelancers. In het begin heb ik heel veel bedrijfsfilmpjes gemaakt, maar tegenwoordig richt ik me vooral op reportages, documentaires en wat langere verhalen. Ja. En je produceert, je regisseert af en toe, je maakt documentaire, je monteert. En alleen de film, de cameraman, de cameravrouw worden ingehuurd, ja. Toch? Vind je het, is het zeg maar een bewuste keuze dat je zoveel zelf doet? Vind je het moeilijk om dingen los te laten, zeg maar? Of? Ja, eigenlijk alles wat je zegt, ja. Uh-huh. Het is in eerste instantie ook een financiële keuze. Het scheelt gewoon geld. Ik vind het leuk. Ik vind het editen het leukste van het hele vak, want dan maak je echt je verhaal. Ik heb ook bewust gekozen om niet de camera zelf te bedienen. Heb ik wel een opleiding daarvoor gedaan, dus ik weet de basisvaardigheden. Maar ik vind als je je met de techniek en de inhoud bezighoudt, dat net te veel is. Ja. Je kunt je maar op één ding tegelijk concentreren en ik probeer me op dat moment vooral te concentreren op de inhoud en te vertrouwen op mijn cameraman dat ik een mooi plaatje krijg. Ja. En je hebt ooit eerder een documentaire gemaakt over Frans Sol, spits van Willem II. Ja. Als je nu terugkijkt bijvoorbeeld op die documentaire en je bent aan het editen, dat duurt allemaal lang en dan op een gegeven moment is het klaar. Hoe kijk je daar dan terug? Ben je kritisch op jezelf? Ik ben heel kritisch op mezelf. Ja? Ja, ik vind mijn eigen producties... ik zou mezelf nooit een 10 geven. Nee, nooit. Want er zijn altijd dingen die voor verbetering vatbaar zijn. Maar ik kan ondertussen wel kijken met het oog van een kijker. En ik snap waarom de documentaire van Frans Sol goed aangeslagen is. Ja. Ja, dat snap ik wel. Ik moet ook nog gaan kijken, dus dat ga ik zo meteen thuis even doen. Doe dat. Even kijken. Ja, je bent natuurlijk geboren hier in Tilburg. Ja, niet zo ver hier vandaan. Ik gok dat jouw Tilburgse kennis wel goed zit. Maar dan gaan we toch eventjes testen. We gaan testen nu. Geef hier een paar kaartjes. Ja. Mag je een eentje pakken? Geef je hem aan mij en dan ga ik een vraagje overstellen. Zo, alsjeblieft. Even kijken. Poppodium 013. Ja. Vertel, wat weet je daarvan af? Wat weet ik van 013? Heel mooie. Ja, dit wordt vrijdag pas uitgezonden, hè? Maar vandaag bestaan ze 20 jaar. En 3 jaar geleden heb ik daar een reportage over gemaakt bij de heropening van 013. Okay. Vroeger heette het Noorderlicht. Uh-huh. Zat aan de andere kant van het spoor. En het is nu een van de populairste poppodia van Nederland. Oké, nou, ik vind dat heb je goed gedaan. Ook leuk feitje voor de kijkers. Aanstaande, zaterdag, zei je? Wanneer het precies 20 jaar? Uh-huh. Ja, vandaag. Oh, vandaag. Maar dit komt vrij. Ja, of gaan we een doen paar dat live terug. Is? Goed, nou, okay. In ieder geval heb je goed gedaan. En om alvast een beetje in de carnavalssfeer te komen, hebben we Melissa. Die heeft een aantal hele leuke grappige filmpjes gezien. Dus kom er gezellig bij. Ja, klopt. Carnaval is natuurlijk super gezellig. En het draait eigenlijk ook altijd een beetje om Prins Carnaval. Die komt dan ook meestal met een hoop bombari aan. Hier hebben ze het wel heel bont gemaakt met de rookmachine. Oh, oh, oh. Lijkt het net alsof er iets in de fik staat. En dit hoort zo? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind het eigenlijk... het lijkt me niet, want kijk, zo meteen zie je het van carnaval. Die verdwijnt gewoon helemaal. En waar is dit? Oh, dat weet ik niet. Oh. Het ziet er een beetje uit. Trekken. Nou, ze gaan allemaal vrolijk door. Daar gaat het om. Ja, precies. Hartstikke gezellig. En het is natuurlijk geen carnaval als er niet wordt gedanst. Maar dat is soms ook best moeilijk, blijkt uit het volgende filmpje. Er zit wel onze sjaaltjes. Oh! Zal je moeder wezen? Ja, inderdaad. Dat is wel eng. Oh, maar die gaat ook vrolijk door. Ja, die gaat gewoon weer door. Oh. Oh, er is echt niks aan de hand. Ga maar gewoon door. En dan heb ik nog een hele leuke tip voor dit weekend. Want aanstaande zondag, 18 november, is natuurlijk de intocht van Sinterklaas. En wij gaan er ook eventjes langs. Dus ik zou vooral eventjes een kijkje komen nemen. Mm-hmm. Hartstikke leuk.
Nice. Oké, leuk. Even nog een vraagje vanuit mij, Joost. Hoe zit het een beetje met jouw acteertalent? Mijn acteertalent? Ja. Op welk gebied? Maakt niet uit, gewoon algemene vraag. Ja, ik kan echt heel goed acteren. Ja? Ja. Oké, doen we er achteraf dadelijk even een toneelstukje. Een toneelstukje? Nee hoor. Okay. Ik ben de straat op gegaan en ik heb daar het acteertalent van een aantal Tilburgers flink op de proef gesteld. En dat gaan we nu zien in een nieuwe Gedurfd. Het is woensdagmiddag 1 uur. Normaal zouden de meeste studenten op school zitten, maar ja, Ilse hier die gaat veel liever shoppen. Ilse, wat nou als je ouders opeens bellen? Ja, dan ben ik de Sjaak. Ja, dat snap ik. Ik daag je uit om dit op te lossen. Dat gaan we doen. Ilse is in het centrum van Tilburg. Ze moet eraan voorbijgangers vragen of ze haar vader willen overhalen dat ze gewoon al op school is. Maar in plaats van haar vader aan de lijn te krijgen, hebben ze daadwerkelijk mij aan de lijn. Mevrouw, mag ik wat vragen? Wilt u mij helpen? Ik ben op dit moment in de stad en mijn vader denkt dat ik op school ben. Wilt u misschien even mijn docent zijn? Gewoon even hoi zeggen en dan... Nee, dat doe ik niet. Ik heb zelf een dochter. Oké. Ik heb een heel groot probleem. Ik hoor op dit moment op school te zitten en mijn vader die belt me. Kunt u misschien doen alsof u mijn docent bent of zo? Gewoon heel kort even zeggen hoi of zo. Goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Jacques. Met wie spreek ik? Met Huub. Met Huub? U bent de docent van Ilse? Ja. Docent Engels volgens mij, neem ik aan. Welke les heb je? Wiskunde. Wat zegt u? Docent Engels neem ik aan. Nee, wiskunde. Oh, wiskunde, ja. Ah, ja. Ja, ik had het vermoeden dat Ilse niet in de les was, maar dat is ze dus wel. Ja, geen probleem. Okay. Nu ik u toch aan de lijn heb, even een vraagje over vorige week, want... Ilse had een toets waar ze een 2 voor had teruggekregen van u. Alleen ik heb het vorige week een toets en ik had een 2. Maar zeg maar gewoon, ze snapt het niet helemaal. Is goed zo. Maar kunt u maar uitleggen waarom u haar een onvoldoende heeft? Komt goed de volgende keer, komt goed. Wat zegt u? U heeft Ilse... Ik sta midden in de les. Als u contact met mij op wil nemen, dan kan u dat betere afspraak maken. Want dan gaan we nu even verder. Oké. Als u het niet erg vindt, want anders dan stel dat alle ouders mij gaan bellen, dan wordt het alleen maar bellen met ouders en voor de rest niks. Oké, mijn excuses. Dan. Maar ik denk dat u dat thuis op moet lossen. Oké, bedankt voor je tijd. Alsjeblieft, dankjewel, daar. Oh, u bent een held, heel erg bedankt. Ja, maar jij bent er nog niet mee klaar natuurlijk. Nee, ik wil, dankjewel hè. Kun je misschien even doen alsof je mijn docent bent of zo? Gewoon even opnemen en gewoon, ik ben even wiskundedocent of zo. Hallo. Goedendag, met meneer Kuipers. Met wie spreek ik? Ja, met de leerkracht van wiskundeleraar. Ah, oké, docent wiskunde. Ja, ik vroeg me af of Ilse wel in de les was, maar dat is ze dus wel. Ja, ze zit in de les nu, bro. Ah, mooi. Ah, wacht, nu ik u toch aan de lijn heb, over een toets van vorige week. Toets wiskunde. Ilse heeft 2 teruggekregen. Ja, ik had geen goed cijfer. Ik was ervan overtuigd dat ze een dikke voldoende zou halen. Alleen, waarom heeft u haar een onvoldoende gegeven? Wat zegt hij? Waarom heeft u haar zo voldoende gegeven? Ik had niet goed geleerd. Ze had niet goed geleerd, die brood, maar als ze wat meer tijd had aangegeven... Dan had ze het wel goed gedaan. Wat zegt u maar me nou? De volgende keer beter, dus wat zegt u me nou? Ik heb zo goed met haar de stof doorgenomen. Hoe kunt u dat nou zeggen? Dat is gewoon allemaal uw schuld. U heeft haar gewoon fout beoordeeld. Ze deed haar best, het uiterlijk. Ik zag dat ze haar best deed. Ik zag echt. En soms kan het niet altijd, maar een 7 is niet slecht, meneer. Het is gewoon perfect. De volgende keer had u echt een beter cijfer moeten geven. Want dit tolereer ik echt. Daar ga ik echt aantekeningen voor maken, meneer. Sorry, meneer. Sorry, het spijt me. Excuses daarvoor. God, sorry. Hoi joh, hij was echt vroes. Echt, wat zei hij dan? Hij zei, goed samen. Oh, zo erg bedankt. Echt, oh mijn god, jij hebt me echt geholpen. Fijne dag. Nou, ik vind dat Ilse dit heel goed heeft opgelost. Want ik zou mezelf ook niet zo graag aan de lijn willen hebben. Maar wat zouden ze zelf van vinden? Terug naar de studio. Oké,
Oh, dit was zo ongemakkelijk. Echt, ik ben zo vaak echt compleet afgewezen. Dus Joost, had jij mij geholpen? Zeker. Ja? Ja, 100%. Top, dan had ik jou echt moeten tegenkomen. Maar goed, daar zitten we niet voor vandaag. We hebben het net al even kort gehad over hoe jij begonnen bent en waar je nu allemaal bent. En je bent ook hier voor de carnavalsdocumentaire die je gemaakt hebt. Ja. Ik heb een klein stukje van de teaser en die gaan we even kijken. 20 seconden, 20 seconden. Goedemorgen. De club van de Ruigbergen. Ja, dat denk ik ook. Hey, die trui voor mij kon ik wel aanzetten. Ik heb me wel voorgenomen toen om door te gaan met carnaval. Prins van Kruikenstad. Prins, HM, ja. De eerste! Ja! Dat is overigens de Tilburgse spelling van carnaval, hè? Ja, sowieso. Nee, ik denk dat er even bij. Nee, goede bij. Even kijken. In het begin is het best wel tragisch, laat ik het zo zeggen. Is het bewust gekozen om het ook de andere kant van carnaval te laten zien? En wat bedoel je precies met tragisch? Ja, de opbouw van de muziek, zeg maar. Muziek. Ze lopen langs een... Je probeert een beetje spanning op te bouwen. En de beelden die je ziet is op het moment dat het 11-11 is. Mm. En dan wordt aan de raad de nieuwe Prins Carnaval bekendgemaakt. Ja. En dat is een spannend moment. Dus vandaar dat... er wel een spanning om zit. Ze noemen het presenté, zoals dat mooi heet. Uh-huh. Dus vandaar dat er wat spannende muziek op. Ja, dat is voor de jongens die in de raad zitten, is dat wel een spannend moment. Ja. Ja. En terugstraks, ben je zelf een beetje een carnavaller? Ik ben wel een carnavaller, absoluut. Ik zit zelf ook bij een carnavalsvereniging. Okay. Alleen hoe ik carnaval de laatste jaren gevierd heb, staat ver van wat er hier allemaal in te zien is. Ja, ja. Ja, ja. Want ik heb in een eerder interview gelezen dat je in het begin niet per se stond te trappelen om dit te gaan doen, zeg maar, om deze documentaire te maken. Klopt. Heb je daar een verklaring voor? Ja hoor. Vertel. Ja. Kijk, het is voor mij was carnaval, althans de carnavalsstichting, in eerste instantie een aantal mensen in een blauwe kiel die zichzelf verrekt interessant vonden. Ja. En mensen die zichzelf echt heel erg interessant vinden, daar krijg ik altijd een beetje jeuk en uitslag van. Ja. Dus om daar een film over te gaan maken, daar dacht ik, dat gaat nooit werken. Want dat zou dat spel mee moeten spelen en dat kan ik niet. En wat was er uiteindelijk dat je dacht, ik ga het toch doen? Toen het duidelijk werd dat ik een film mocht maken over de breedte van carnaval. Dat ik niet per se de Raad van Elf en zijn gevolg alleen moest volgen. Maar dat ik ook de normale mens mag volgen die carnaval viert. Ja. En dat ik een stuk vrijheid kreeg in wat we gingen maken. Dat heeft mij overtuigd om het te doen. Mm-hmm. Ja, absoluut. En heb je ook iets, zeg maar, met verenigingen of met bonden, zeg maar? Want je hebt natuurlijk ook een documentaire gemaakt over Fransol in de sportvereniging en nu weer een carnavalsvereniging. Is dat iets wat jou aantrekt? Nou, ik vind verenigingen wel fascinerend iets. En dat heeft ermee te maken dat in een vereniging heb je natuurlijk allerlei rangen en standen waarna mensen functioneren. Ja. En ik vind dat wel bijzonder om te zien. Dat omdat mensen een bepaalde positie bekleden, ze ook daar bepaald gedrag bij vertonen. Dat Fransol toevallig bij een voetbalvereniging zit, dat staat er eigenlijk los van. Ja. Maar nee, ik vind het ook wel gewoon leuk om mensen te leren kennen van en werelden te leren kennen. Ja. Nee, ja. Mooi antwoord. Nou, ik vond het heel leuk dat je er was. Interessant. Goed verhaal. En we sluiten deze week natuurlijk niet af zonder onze enige echte gebabbelvraag. En deze week is dat, wat is je favoriete carnavalsoutfit? Is mijn jou de eer? Favoriete carnavalsoutfit? Gewoon die boerenkiel of... Ik zit bij een carnavalsvereniging en dan heb je altijd met je groep zo'nzelfde pakje. En dat zou ik natuurlijk nu kunnen zeggen als favoriete outfit. Maar ik ben ooit op basisschool bij een Prins Carnaval geweest. Dus ik vind het wel mooi dat we dat dan pakken als mijn favoriete... Ja. Dat is een mooie. Mijn favoriete outfit voor carnaval. Top. Ik weet niet of die nog zou passen, maar... Zou wel leuk zijn. Ik zou hem graag nog een keer aan doen. Nou goed, hartstikke bedankt voor het kijken. En we zien jullie volgende week weer. Hou ook even onze Facebook en Instagram in de gaten. En dan zeg ik... Tot de volgende keer. Een smoking met hartjes. Ik was vorig jaar als kip verkleed, dat vond ik wel vet. Ja. Een tijgerpak. Als hippie. Ik heb een geldpak, zeg maar. Een flauwe powerbroek en een colbertje met allemaal geldbiljetten afgedrukt. Dat is wel mijn favoriete carnavalspak, denk ik. Ik heb meestal een fel oranje tuinbroek aan.
is altijd makkelijk, maar als je naar de wc moet of zo, dan gaat hij nog het makkelijkste uit. Ik denk toch dat ik vaak in een lege pak ga, omdat mijn vader ook militair is. Maar ik heb altijd helemaal een lege pak aan, smink op en ja, dat vind ik altijd wel grappig eigenlijk. Van Tilburg zelf, oranje-groen.